met de Wolf en ga vandaag lekker wat breeds uitleggen over helderzien en wat dat is en hoe dat komt. Oké, helderzien, hoe komt dat? Nou, verschillende redenen. Wat heb je in vorige levens meegemaakt? Oftewel een levensles. Wil je nog iets leren met helderzien? Wil je nog iets leren te overwinnen? Bijvoorbeeld angst. Hoe zit je omgeving in elkaar? Is er ruimte geweest vroeger voor helderzien? Of was het maar onzin, zeg maar? Kan ook invloed hebben op hoe je het ontwikkelt. Maar sommige mensen reageren op onzin en geen ruimte. Juist heel sterk met alsnog helderzien. Omdat ze helderzien nodig hebben om hun omgeving juist te leren vertrouwen. Om zichzelf te beschermen. Dus het ligt gewoon heel erg aan je omgeving nogmaals. Je vorige levens, je les. Hoe helderziendheid ontwikkelt. En hoe überhaupt ontstaat. En dan heb je nog een stuk je eigen karakter. Ja, boeit het je? Ben je al een beelddenker? Dat zijn toch wel dingen die helpen bij het ontwikkelen van helderzien. En als je bijvoorbeeld beelddenken minder hebt, dan heb je wat sneller de neiging om bijvoorbeeld helder horen te ontwikkelen in plaats van helderzien. Wat is helderzien? Nou, allereerst, de meest bekende vorm is natuurlijk geesteszien. In dromen of in het echt of een schim, minder scherp geestzien. Dat is wat je dan kunt waarnemen. De meeste mensen zien het niet volledig scherp, zo weten ze zeker dat het een geest is. Er zijn uitzonderingen die zien een geest echt als een mens. Lijkt me grappig om ook eens zo mee te maken, maar persoonlijk zie ik wel altijd het verschil. En zo zie je dus, ja, dus geest is helderzien en hoe je dus helderziendheid ontwikkeld om geesten te zien hangt dus echt af van al die factoren. Of je er überhaupt interesse in hebt, mee bezig bent, zuiver blijft, dat wil allemaal helpen. Maar nogmaals, je karakter. Ben je gewoon al een dromer, heb je gewoon wat meer aanleg voor helderzien. Ben je bijvoorbeeld wat meer analytisch, dan heb je wat meer aanleg voor helder weten. Dus geen nood. Als je niets herkent in deze video, betekent het niet dat je geen gaven hebt. Dan heb je gewoon waarschijnlijk een andere. Geloof er wel in dat iedereen een gave heeft. Alleen sommigen noemen het bijvoorbeeld empathisch en ik noem het dan wat sneller helder voelen. Dus ja, het is net hoe je een naam geeft aan het beestje. Oké, nou dus geesteszien is een tak van helderzien. Dan heb je natuurlijk auras zien, dus dat je een kleur om iets heen ziet. Dus dat kan zijn om een mens heen. En als je op een bepaalde plek een aura bijvoorbeeld ziet, dan zou diegene daar pijn kunnen hebben. Maar niet bij iedereen hoeft hetzelfde beeld hetzelfde te betekenen. Dus ga vooral onderzoek uit wat betekent voor jou het als je dus een stukje aura ziet bij iemand. Vaak is het pijn, maar soms is het dus ook waar iemand vaak zichzelf krabt. Of waar die vaak wordt aangeraakt door zijn schoonmoeder en waardoor er dus een vlek van haar raakt. Je kunt het zo gek bedenken. Dat zijn aura's. Aura's kunnen ook om spullen zitten en dat is mooi, want waarom heeft de ene stoel bijvoorbeeld wel een aura en de ander niet? En dat is dan waarschijnlijk omdat er laatst nog iemand op de ene stoel heeft gezeten of omdat één stoel kapot is en het is een waarschuwing voor je. Dat weet je, het kan zo ver gaan, dus het is vooral uitproberen wat het voor jou betekent als je een aura ziet. De eerste kleur die meestal die je ziet is wit, maar je kunt nog vele andere kleuren zien en ook daar kun je op internet wel wat over vinden, maar je zult toch merken dat een bepaalde kleur voor jou makkelijker te zien is ook gewoon. Dus niet iedereen ziet meteen alle primaire kleuren. Heel veel mensen zien ook gewoon alleen maar blauw. Bepaalde soorten blauw. En dat betekent dan gewoon iets voor diegene. Dus het is belangrijk om zelf lekker bij te houden wat blauw voor jou betekent. Dan kun je het altijd nog checken op internet of het een beetje overeenkomt. En aura's kun je natuurlijk ook om dieren zien. En dan hetzelfde verhaal. Wat zou het betekenen om ze? Maar een andere keer ga ik wel verder over aura's. Dat zijn de twee logische vormen van helder zien. Maar er zijn er dus nog een paar. Dat is namelijk gewoon kunnen zien wanneer iemand liegt. Dus dat je bijvoorbeeld een ander gezicht ziet. Eventjes snel in een gesprek. Terwijl dat niet logisch is. En als je knippert is het originele gezicht weer terug. Dat is helder zien. En over gezichten die veranderen gesproken. Je kunt ook gewoon iemands uiterlijk van het vorige leven zien. Ja, dus leugens ontdekken en in intuïtie vertrouwen. En dan echt met je eigen ogen. Dus dat je een beetje het idee hebt dat je ogen je bedriegen. Terwijl andere mensen dat ook gewoon zouden kunnen schuiven onder. Zat even wat in mijn oog. Nou goed, ik noem dat dan helder zien.
Dat is ook dus een tak van helder zien. En dan heb je natuurlijk nog dromen, schuine streep, toekomst en verleden zien. En dat is ook zo onlogisch als wat af en toe. Het is niet zo dat als je iets droomt dat het ook uitkomt. Maar soms kan het wel. Het is gewoon per droom afhankelijk. En daarom hebben heel veel mensen ook gewoon niet alleen maar één gave zoals helder zien. Maar ook een andere gave erbij. Zodat die gaven kunnen samenwerken. Zodat je dus meer weet over wat zo'n droom in dit voorbeeld je wil vertellen. Dus als je iets droomt over dat je verdrinkt, ik zeg maar wat. Dan zou je even kunnen voelen of dat iets is waar je je nu zorgen over moet maken. Of het eerder iets is dat gewoon een oude angst is. Oftewel een vorig leven is. Of iets dat iemand anders mee heeft gemaakt, mee gaat maken. Dan kan je voelen en zien, dus een beetje laten samenwerken. Dus dat is even in het kort helder zien. Geesten, aura's. Nou, bij geesten horen natuurlijk ook gidsen en engelen zien. En vooral je intuïtie laten versterken met je ogen. Dus leugens, waarheden, toekomst, verleden. Dat is ook helder zien. Ja, nogmaals, heel veel mensen hebben echt niet alleen helder zien. Dus het kan goed zijn dat je nog veel meer mooie kenmerken hebt van andere gaven die gewoon nou even niet naar boven komen. Zoals dat je dus echt gefluister hoort of kou voelt. Dat zijn gewoon weer andere gaven en dat spreek ik een andere keer. Ik hoop dat jullie nu even wat aan helder zien hadden. Abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.